Mijn naam is Erik Denissen en ik ben hier bedrijfsleider bij de Janshoeve in Overloon. Het voorjaar zijn ze hier begonnen met april met bouwen. Deze nieuwe stal wat er nu staat is een kopie gemaakt van de bestaande stal die er al stond. En nu hebben we er totaal 6000 hier liggen. Deze stal wordt in 3 weken opgelegd. Alles is zo ingericht met de ventilatie en de luchtinbreng, afvoer met de luchtwasser. Als in 3 weken die 3000 varkens komen, dan hebben we op het eind voor 3000 zware. En dat is alles op doorberekend dat die luchtwasser nog meer overcapaciteit kan draaien. Dit is gewoon een arbeidsvriendelijke, overzichtelijke stal. Zonder poespas wat er niet in hoeft te zitten, zit er ook niet in. Het is gewoon helemaal compleet. Hier is veel gekozen. Het moderne varken wordt steeds magerder. Ze kunnen de hele dag onbeperkt eten. Hier liggen 4 circuits en dan kunnen we zeer snel met voeren. In de korte tijd veel tonnen te schouwen, veel kilo's. Voor wat betreft de uitvoering van de stal, er is voldaan aan de maatlat duurzame veehouderij. Dat is de MDV-lat waar we de stal in uitvoeren. Je moet dan denken aan de daglichtintreding, de brandwerendheid van de stal, het welzijn van de dieren, milieuaspecten door middel van de luchtwasser die erop zit. En alle biggen zijn voorzien van een lekkere vloerverwarming. Voor wat betreft de wensen van de consument en de nieuwste concepteisen is ook rekening gehouden dat de dieren in een grotere groepen gehuisvest kunnen worden door middel van hekjes aan de achterkant, dat er een grote groep van gemaakt kan worden. Op het bestaande bedrijf van de bestaande stal van de Janshoeve, daar worden vanuit 4Farmers voerproeven gedaan. En die voerproeven die worden uitgevoerd met een individuele herkenning, de RFID-herkenning. Die dieren die hebben een chip in en die worden per voerbeurt geregistreerd hoeveel voer dat ze opnemen en hoeveel hun gewichtstoename in die periode is. Uiteraard zijn we bijzonder trots op de ondernemers van de Janshoeve.